En zo dicht mogelijk op elkaar, hè? In deze aflevering gaan we naar de Open Nederlandse Fanfarekampioenschappen in Drachten. Nou ja, we gaan gewoon mooie muziek maken en zien we wat het is. Ik ga toch mooie muziek maken en ik hoop dat we dat doen. Nou ja, als het lichtje groen is, dan mag je gaan spelen. Is het goed genoeg om kampioen te worden? We zien het deze aflevering van Met de Muziek mee. Andel. 14 april, 10 uur in de ochtend. Goedemorgen. Maanden is ervoor gerepeteerd. Vandaag kan Andels Fanfarekorps zomaar kampioen van Nederland worden. Eindelijk. We zullen wel zien. We hebben de goede moed op. Dus met volle moed vertrekt het gezelschap naar Friesland. Van harte welkom in de bus. Ik ben Peter, jullie chauffeur. Is het te warm? Is het te koud in de bus? Kom het even melden. Dan kan ik hier eenvoudig bij regelen. Dan wens ik u een aangename reis en een mooi optreden toe. En we gaan iets doen wat we nog niet eerder hebben gedaan. Dus nou, ook dat is spannend. Nou, en dan voel je nu moet het. De reis gaat naar het Friese Drachten. Maar eerst is er een tussenstop in Beesterswaag voor een extra ingelaste repetitie. Nou, je hebt zo'n stuk, als je dat plat moet gaan spelen, gewoon je komt aan, je gaat zitten en spelen, dan voelt dat niet eigen. Dan moet je even feeling krijgen en even opfrissen, even laatste puntjes scherp zetten. En dan zit het fris in je kop. Even in de sfeer komen. Dus als je een stuk net speelt, zo koud, dan is het altijd anders. Dus je moet gewoon weer even inkomen. Overal zitten verenigingen nou hier in de buurt toch nog even te toeteren, hè? Ja. Tja, vind dan maar eens een geschikte plek. Ik heb op Google ingetoetst muziekverenigingen, omgeving Drachten. En toen kreeg ik een mailtje van Sipi Hoekstra dat we van harte welkom waren. Dan staan de puntjes op die. En dan straks ergens tussen 6 en 11 of zo, ja. Zijn we een keer in de buurt. In nog geen anderhalf uur wordt het stuk maat voor maat doorgenomen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Nou ja, we gaan gewoon mooie muziek maken en zien we wat het is. Ik ga toch mooie muziek maken en ik hoop dat we dat doen. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Dat we gewoon een goed gevoel hebben. Zeg, nou, we hebben echt mooi gespeeld, zo kunnen we dat. Dus we hebben het hier gedaan. Dat is denk ik wel misschien de beste bekroning. Het is bijna 5 uur. In de Lawei in Drachten stromen de deelnemers van de eerste divisie binnen. Een weekend lang wordt er hier in verschillende klasses gestreden voor de overwinning. Het ONFK is de laatste jaren uitgegroeid tot een populair kampioenschap, vooral onder jongeren. Ergens is in je achterhoofd wil je toch ook winnen. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Je gaat niet naar een wedstrijd om laatste te worden. Dus je doel is wel zo hoog mogelijk eindigen en liefst op 1. Een echte wedstrijd dus, met echte spelregels. Het kenmerk van de kampioenschappen is dat iedereen 1 verplicht werk speelt. Er wordt ook geen inspeelwerk gespeeld op het podium. Je speelt het verplichte werk en je gaat weer. Heel streng, maar dat is de succesformule van het kampioenschap. De wedstrijd begint met de loting. In welke volgorde wordt er gespeeld? Ja, dat ook voor mij de eerste keer dat ik op die manier bij een loting aanwezig was. Heel mooi, met potjes op z'n kop en potjes recht. En bij de potjes op z'n kop zat het cijfer erin. En bij de potjes recht zat de naam van het orkest erin. Als je 1 miljoen prijs, dan heb je geluk. Maar. Nou ja, die twee bij elkaar maakten de combi. Dus ja, heel spannend. Joost Wiersma. In de
nummertje is 7. Ja, en dan hoop je ergens in de middenmoot te zitten. Maar dat kan ook meteen snel omkleden, spelen. Maar het kan ook zijn dat je daar nog uren zit te hangen. Nummer 3. En dan s'avonds laat moet spelen. Je hebt anders van vader orkest. We hebben dus inderdaad als ene laatste geloot. Het was lang wachten, ja. Ja. 8e. Nou ja. Ja, dan zit er niets anders op dan wachten. Om 6 uur en volgens mij waren wij rond 10 uur aan de beurt. Dus dan moet je 4 uur zien te overbruggen. Ik heb eigenlijk niet heel veel gedaan. Ik heb 2 orkesten geluisterd en daarna heb ik eigenlijk een beetje maar op en neer gelopen. Ja, dit vind ik eigenlijk een... Ik vind het persoonlijk een ramp. En als we 4 of zo hadden geweest, dan was het ook niet erg. Maar dan moeten we bijna naar het eind wachten, hè. Uiteindelijk is Anders van Varenkorps dan toch aan de beurt. Dat was net heel mooi. Ik dacht, het is 1 keer goed. Ja, ik doe mijn best. Ja. Ik ook. That's all we have. Ja, het is toch wel AFC eigen. Een moment van een groot concert of een wedstrijd. Dan merk je in 1 keer, dan is het lachje gieren, brullen, iedereen ontspannen. Maar dan gaat iedereen daar die zaal in om zich om te kleden. En dan merk je gewoon de sfeer veranderen. Ik merk wel dat iedereen langzaam tot zichzelf komt en gaat concentreren op hetgeen wat hij dadelijk moet gaan doen. Ja, dat is wel iets heel bijzonders. Ja, en dan weet je, nou ja, nu gaat het gebeuren. Hier heb je maandenlang voor gerepeteerd. Je gaat je omkleden en dan moet je even wachten tot de begeleiding komt. Dan heb je gewoon een begeleider die je overal door het gebouw heen neemt. En in dit geval ga je dan naar een grote zaal, was het. Daar ga je nog even je toetertjes warm blazen. Ja, die dingen die moeten even op temperatuur komen. Het slagwerk staat erbij en kijk ernaar. Want ja, die hebben meestal niks om te gebruiken, want het staat nooit in die zaal. Mijn voorstel zou zijn als volgt. Dan is hier de lijn. De Jolieke, precies zo. Dan gaat André voorop. Die loopt zo erin met jullie erachteraan. Janita komt dus achter Bert en loopt er aan die kant in. Ja, die opstelling is belangrijk omdat je... Als je compact zit, dan heb je contact met elkaar. Als we dan aan de zijkanten genoeg ruimte hebben, dan past de rij ertussen. Als je te breed, te veel ruimte ertussen laat, dan is dat contact met elkaar gewoon veel lastiger. Waardoor het samenspel lastiger wordt. Dan is het zover. Iedereen is klaar voor het optreden. Ja, kom goed hoor. Linksboven beginnen, rechts beneden stoppen en hoe best doen. Van de rest doen we er niks aan. Dat vond ik het spannendste moment, zeg maar. Kom maar nou weer uit je. Naar die coulissen lopen en daar staan in het donker. En dan, nou ja, er wordt netjes opgelopen. Dat past niet echt bij ons. Hey, zo dicht mogelijk op elkaar, hè? Normaal gesproken, hup, voor jezelf het podium op en dan ga je zitten. Dat prima. Als iedereen op zijn plek zit, is het zover. Het is het moment waar maanden naartoe is gewerkt. En het is de eerste grote uitdaging voor Floris als dirigent van AFC. Nou ja, als het lichtje groen is, dan mag je gaan spelen. Er waren 3 juryleden. En normaal heb je juryleden in concourswedstrijden, zitten ze ergens in een zaal aan een tafeltje. En die zien het orkest, die zien de dirigent, die zien alles. In dit geval was het extra bijzonder, omdat ze dus in een tent zaten. En die gaan dus gewoon puur op muziek gaan die beoordelen, alle The Voice. Dat is wel grappig, dus die zitten ook omgedraaid. Nou, dat gebeurt hier ook, alleen heb je dan een orkest.
jury kan wel onbevooroordeeld jureren. Ik denk dat dat belangrijk is als je met z'n negenen hetzelfde werk zit te spelen. Ik denk dat het heel goed is als de jury dan niet weet welk orkest daar zit en welke dirigent daar staat. Hersenkornet. Straks zijn we erbij. Ergens is het wel topsport, ja. Ik zeg altijd een concert, een groot belangrijk concert. Als je daar een uur zit, anderhalf uur op het podium, dat kost je meer energie dan een dag werk. Nou, niet ontevreden, denk ik. Nee. Voordat ik erover nagedacht heb, verder zeg ik niet de ideale uitvoering. Een paar dingetjes die onverwachts net niet gingen zoals het had de bedoeling was. Anderzijds wel, zeker naar het einde toe, met meer en meer flair. Dus het is het. Ik heb er niks meer van. Was gewoon goed. Klaar, punt. Ja. Drinken. Ja, biertje. En ja, dan zit er niets anders op dan weer wachten. Nu op de uitslag. Hoe goed zal die zijn? Ik denk dat we echt wel goed gespeeld hebben. Gewoon op ons top van ons kunnen, zeg maar. Ja, dan gaat de kant links en rechts wel iets wat er langs heen gaat, zeg maar. Maar nou, ik denk dat we goed gespeeld hebben. Nog geen half uur later wordt in een stampvolle zaal de uitslag bekendgemaakt. En dan nu de uitslagen voor de eerste divisie. Ik had voor mezelf, als we maar bij de eerste vier eindigen. Op de vierde plaats. De Eendracht Den Ilp met 92 punten. Ik heb al lang niet meer zoveel spanning gehad met een uitslag. Ik wil graag de overgebleven drie vertegenwoordigers vragen even op te staan. En dan ga je toch een keertje voorzichtig in je vuistje zuigen. En dan ga je steeds verder naar één. Fanfare Joost Wiersma Jistrum speelde als zevende. Zij kregen 93,17 punten. Dat betekent dat Ambel bij de laatste twee zit. Dan is het toch even zoiets van, ja, dat ga je toch niet menen dat we daar toch misschien eens één kunnen zijn. Als achtste speelde Andels van Varenkorps uit Andel en zij kregen 93,83 punten. Ja, we waren tweede, dus ja, heel mooi resultaat voor het orkest, voor de dirigent. En dat was boven verwachting goed. Een tweede plaats. CNV Oranje, grote gast uit Groningen, gaat er met de cup vandoor. Best wel een turbulent jaar achter de rug gehad met de dirigentenwissel. Ja, dan is dit een kroontje op het jaar natuurlijk. Zonder cup, maar met een goed gevoel, vertrekt het gezelschap weer richting Brabant. Ik ben enorm trots, blij en tevreden met deze tweede prijs. Ja, wat ik al eerder zei, ik heb geen noot gespeeld. Dus jullie hebben het gedaan. Dankjewel daarvoor. Ik zeg goede reis naar huis en we zien elkaar maandag. Ja. Zolang de voorhand strekt, hè. Volgende keer in met de muziek mee. Business as usual tijdens de Koningsdag-obade.